supermooi. Mooi. We zijn in het Geniep eigenlijk al een kijkje komen nemen voordat het echt start. Omdat er dan niet zoveel volk is. En met de kindjes is dat ideaal. Daarmee dat we nu dat ze iets langer mogen opblijven, dat we toch alles kunnen zien. Om de 3 jaar zet Gent een ander deel van de stad letterlijk in de schijnwerper. Dit keer brengt de route van iets meer dan 7 kilometer je langs de dokken achter station Gent-Dampoort, waar het water en de haven de kunstenaars inspireren. Maar ook dichter bij het centrum, zoals hier aan Portuschanda of op de Vlasmarkt, wekken kunstwerken verwondering op. De laatste keer dat we op het Lichtfestival waren, hadden we een interactieve piano waar mensen op konden spelen. Dat was op de brug. En nu dachten we, niet iedereen kan piano spelen, maar iedereen heeft een stem en dat mag gehoord worden. En iedereen zijn stem is uniek. En zoals u kunt zien, zet de plant, de digitale plant, die zet de stem om in een lichtprojectie. Hè, op basis van uw frequenties en wat u zegt. Heerlijk, het maakt echt blij. Iedereen staat hier blij te zijn. Deze editie toont voor het eerst ook lichtgevende drones. We hebben in samenwerking met de brandweer van Stad Gent een drone-racingparcours opgebouwd. Onder andere een wrak van een auto, brandweerwagen, een politieboot. Drone-racen is een zeer onbekende hobby. En voor ons is dat een mooie opportuniteit om een keer aan het grote publiek te tonen wat dat we eigenlijk allemaal doen. En ook glas in lood is een nieuwigheid, zoals deze 18 meter lange catwalk onder de stadshal in het centrum. Er zijn meer dan 35.000 mozaïekjes voor gebruikt. En die mozaïekjes die komen eigenlijk van 5.000 cd's die we gekregen hebben van de krook. Biep. Dus die zijn allemaal handmatig gemaakt en dan zie je daar nog eens de 5 lichtgevende silhouetten. Dus voilà, ik hoop dat we met deze kunstinstallatie iedereen kunnen verwonderen en even laten ontsnappen aan de buitenwereld of de realiteit. Lichtfestival Gent. 5 avonden lang van 7 uur tot middernacht. Volg de massa